Ze noemen het de kleine handelsvaart. Het is de officiële term voor de vaart met schepen tot 500 bruto registerton. Kustvaart, zeggen wij liever. En coasters tegen die scheepjes van zo'n 2 tot 1200 ton deadweight die bij ons in Groningen dwars de kanalen inglijden. Ze lijken zo klein. Maar eenmaal aan boord valt dat best mee. Zoals hier op de Frans W, een schip van de middenklasse. Stuurman. Bedankt hoor. Hoe word je een zeeman? Wel, in ieder geval niet in de schoolbank. En al gaan zij dan wel naar school, nodig is dat niet. Want je bent zeeman of je bent het niet. Het is een aangeboren iets. En de kustvaart is nog een van die weinige gebieden in onze wereld van papieren en diploma's waar een jongen met gewoon een lagere school het kan brengen tot de verantwoordelijke baan van kapitein of eerste machinist. Die top is in de kustvaart al op jonge leeftijd te bereiken. Liefde voor de zee en het schip, maar ook de nuchterheid om de moeilijke klippen van het zeemansleven te omzeilen, zijn daarvoor belangrijker dan welk papier ook. Voor die jongens, die zeker weten dat ze naar zee willen, maar die nog te jong zijn om te varen, zijn er de Oranje Nassau scholen. Hier kan hij alles leren over de zee en het schip. Een groot voordeel voor zijn start als zeeman. Maar varen blijft praktijk. En het zal nog wel even duren voor hij met de routine van de kapitein van onze Frans W. in een handomdraai zijn positie bepaalt. 5 opgelet. Wat is je voer? 140. 140. Merci.
dat wil zeggen, Bob, als je er altijd maar zo weinig naast zit, nou dan... Hier ben je wel een minuutje aan buis. Een minuutje is niet zo'n eindmaatje stukje, weet je wel. Maar dat is dan toch nog wel... En terwijl zij voorlopig nog hun positie zoeken op papier, varen wij met de Frans W. in de Oostzee. Lang niet al theorie leert de jobscholen. Want hoe meer ze vertrouwd raken met de zee, des te beter is het voor straks. Varen is een echt vak voor mannen. Mannen die van aanpakken weten. Jawel, maar gelukkig niet altijd. En nergens kan het zo gezellig zijn als juist op zo'n kuster. Zoals onze stuurman regelmatig onze positie bepaalt, moeten ook de toekomstige stuurlui en kapiteins een peiling leren nemen. En bovenop het dak van hun moderne school hebben ze daar alle gelegenheid voor, met een vrije blik naar alle windstreken. Intussen zit onze Frans W. nog op de vaarroute naar die grote houtleverancier die Finland is. Hier varen doorheen de modernste kustvaartuigen en oude schoeners. Schepen die alleen nog in een scheepvaartmuseum zouden waren. Zo'n schip roept de romantiek van de oude zeilvaart nog even op. En al is die tijd van zeilen en wanten dan voorbij, toch worden de oude vakken van splitsen en knopen ook nu nog door de jonge zeelui geleerd, want voor veel onderhoudswerk op het moderne schip is het oude handwerk nog niets veranderd. Deze matrozen van morgen zullen straks moeten zorgen dat hun schip goed voor de dag komt. En niet alleen voor hen, voor elke jongen die gezond is en goede ogen en oren heeft, ligt de weg naar kapitein op een kustvaarder open. Die weg gaat altijd over het dek van hun schip. Eerst als lichtmatroos, dan matroos onder de garage en tenslotte volmatroos. Na 3 jaren op zee kunnen ze dan terug naar school voor het diploma stuurman op de kleine handelsvaart. De stuurman, die samen met de kapitein de navigatie van het schip verzorgt. En die ook in deze kleine gemeenschap op zee de voorman van de matrozen is. Hier ook weer. Hier zit een rode kleur in. Hij is spits, hij is stomp.
Hij heeft ook weer een oneven aantal schitteringen. Hij heeft ook de stuurlui van de toekomst worden al wegwijs gemaakt met de talloze verkeersborden op zee. De oostton uit de zuidton uit elkaar kennen. He? Nou, ga maar eens verder. Dan ga je door het andere vaarwater, vaar je ook weer eens naar binnen toe. Wat is dat voor een ton? Vroeg in de morgen, na zo'n nacht die hier in het hoge noorden nooit helemaal donker wordt, meren we af aan de kade waar onze houtlading al ligt te wachten. Goed zo. Hij daar was er al vroeg bij. Zeker om zijn postzegelverzameling aan te vullen. Maar hij was niet de enige die vroeg opstond. Zodra we hebben vastgemaakt, stroomt het schip vol met bezoekers. Douane, makelaar, havenpolitie en leveranciers lopen af en aan. Een kapitein in de haven die heeft het vaak drukker dan in volle zee. Vrouwen doen hier het zware werk van het laden van het schip. En eerlijk gezegd, ze doen het vlugger en beter dan veel mannen in andere havens. Onze stuurman noteert precies hoeveel er in het schip verdwijnt en straks bij het lossen zal hij ook weer nagaan wat eruit komt. Ook verder houden we het laden goed in het oog. Want wij moeten tenslotte zorgen dat het goed op zijn bestemming komt. Roestbikken, meniën en verven zijn karweitjes die doorgaan net zo lang als het schip vaart. Ze zijn belangrijk voor het gezicht van het schip, maar nog meer voor de levensduur ervan. Na 2 dagen hebben de vrouwen het ruim tot het laatste hoekje gevuld. Maar dan zijn we er nog niet. Een schip heeft ook nog een dek waar plaats is. En het is onze ouwer die met een scherp oog controleert of de deklading wel goed wordt gestuurd. Thank you.
Ook de bemanning van de toekomst wordt geleerd te werken met lier en labo. Want komt de nood eens aan de man, dan zullen ze zelf hun schip moeten kunnen laden en lossen. De laatste plank is aan boord. En ook de loods die ons buiten zal brengen. En als die deklast nu goed gesjord is, kunnen we varen. Tenminste, nadat onze masters op het afscheid gedronken hebben. Met de kade die aan de horizon verdwijnt, verdwijnen ook de drukte en de haast die de mensen aan de wal altijd meebrengen. Nu leven we met de cadans van de motor en het ritme van de wacht. 6 uur op, 6 uur af, dag en nacht. Eentonig? Misschien. Maar voor wie er oog voor heeft, is de zee geen uur hetzelfde. Het is vreemd, maar we zijn altijd blij weer op zee te zijn. Maar na een paar dagen op die zee, ook altijd weer blij als we land zien en onze bestemming naderen. Ons hout is waar het wezen moet. En bij het zien van de haven van dit Schotse dorp wordt het duidelijk dat er niet veel plaatsen zijn waar een coaster niet komen kan. Hoi! Hoi! Motor! Maak je boom op me! Rustig aan schijnt hier het parool bij het lossen. En dus is er alle tijd voor de buiten- en de binnenkant van het schip. Want ook het karteren van onze motor is aan de schoonmaak toe. Trouwens, onze meester en zijn tweede straks ook. Thank you.
Langzaam maar zeker raakt het schip leeg. En al dat hout zo bij elkaar is toch meer dan je uit één zo'n coaster verwacht. Een schip moet varen, want stilliggen kost geld. Maar tussen de bedrijven door is er gelukkig altijd wel tijd om de wal op te gaan. En dan zorg je dat je goed voor de dag komt. Dat leren de jonge bemanningen van de scholen. En dat weet de zeeman, die op de moderne coaster alles tot zijn beschikking heeft om zich goed te verzorgen. Op het schip kijken we niet zo nauw. Maar als we de wal op gaan, dan is het pakkie deftig. Geen militair systeem geldt op de scholen voor de aanstaande zeeman. Wel leren ze te leven in een gemeenschap en het karakter van de ander te verdragen. Dat gaat niet zonder een zekere discipline. Een belangrijk ding voor straks, wanneer ze moeten leven in een kleine groep aan boord. Het is een vrij leven met een zee van mogelijkheden om het onbekende te verkennen. Behalve voor die ene pechvogel die er altijd is en die poortwacht heeft. Net vanavond is er dansing in ons Schotse dorp. En natuurlijk komen we elkaar weer allemaal tegen. Thank you.
Een eind verder op de rivier halen we de nieuwe vracht. Een smerige stuiflading ditmaal. Het stof gaat overal in zitten. En het zal weer heel wat moeite kosten voor we de zaak straks weer schoon hebben. Het ruim is vol en de luiken zijn dicht. Nu moeten we het schip zeeklaar maken. Dat doen we heel degelijk met veel extra zorg voor de veiligheid. En dat is echt niet overdreven, want straks kun je hier aan dek misschien niet meer komen. En alles wat je nu laat liggen ben je dan kwijt. Als dat stampen en slingeren zo'n paar dagen duurt, dan word je een goed gaar. Natuurlijk, alles wendt. Maar toch zullen we blij zijn als het straks weer wat minder waait. In de machinekamer is het nu ook niet alles. Een verantwoordelijke baan heeft zo'n machinist. Want weer of geen weer, op die machine moet je aankunnen. Om machinist te worden, moet je van motoren houden en ook van de zee. Voor de rest is ook hiervoor een lagere school genoeg om te beginnen. Al gaat het met een LTS-diploma wat vlugger. Dan kun je na een jaar vaartijd in de machinekamer of aan dek gaan leren voor het motormachinistendiploma. En dat is te halen in ongeveer een half jaar. Na deze opleiding staat de weg open naar eerste machinist, of beter, meester op een coaster. De aanstaande machinist moet behalve in theorie ook in de praktijk het onderhoud en de constructie leren. Gelukkig zijn er op de scholen oude motoren waarmee je kunt oefenen. En al zijn ze dan al lang afgedankt, het draait allemaal nog steeds.
Die kok is ook een belangrijk man op het schip. Dat weten we allemaal. Met wat hij op tafel zet, bepaalt hij vaak de stemming aan boord. Dit handeltje in volle zee brengt ons een welkome afwisseling op het menu. Als er één van zijn vak moet houden, is het wel de kok. Ook voor hem zijn er scholen. Maar hij kan het ook leren in de praktijk. Tenminste, als hij een goede leermeester heeft. Natuurlijk doet hij het nooit goed genoeg bij ons. Maar daar is hij aan gewend. Een kok op een coaster, die kan trouwens wel tegen een stootje. Met een gemiddelde van zo'n 10 mijl per uur glijdt de zee voorbij. Elke dag. 24 uur lang. We lossen, we varen, we laden, we lossen en weer maken we het ruim schoon voor de volgende vracht. Klei en kolen, stenen en aardappelen, stukgoed, karton, ijzer. Van alles heeft er al in dit ruim gelegen. Kustvaart betekent heus niet alleen varen langs de kust. We komen overal. Tot dorpen en steden ver in het achterland. En vooral in die soms nauwe vaarwaters kan het dan echt aankomen op je stuurmanskunst. Dat stuurmansdiploma, de laatste stap naar kapitein, kan na de vaartijd aan dek behaald worden in een opleiding die ongeveer een jaar duurt. Varen is een mooi beroep voor een man. Vooral in onze tijd, waarin steeds meer mannen gedwongen zijn hun brood te verdienen achter steeds meer bureaus. Varen is mooi voor die jonge mannen die dit vrije leven aankunnen. Ze zullen die vrijheid benutten om meer te weten van de landen en de mensen die ze op hun zwerftochten ontmoeten. Zo zal hij op een zondagmorgen in Londen passagierend met de meester kunnen volgen wat er allemaal omgaat op die kleurige markt van Petticoat Lane. Come on.
is nooit zo lang dat we ergens blijven. We brengen stenen naar Zweden. We gaan terug met staal voor Schotland. We hebben tijd voor een tocht door de Hooglanden. Dan gaan we met Tin naar Finland. Natuurlijk laden we hier in Finland weer hout. Na zo'n tijd met elkaar op het schip is het soms een goede afwisseling om eens alleen op stap te gaan. Om alleen te zijn tussen de huizen en de mensen van wie je de taal niet verstaat. En dan, van Delfzijl bij de zeelui van straks verlangend uitkijken naar de zee. Eindelijk weer eens door het wijde geboorteland van de coast. Terug naar de thuishaven. Zoals ik al zei, het is nooit zo lang dat we ergens blijven. Want zolang er vrachten zijn, zullen wij blijven varen.